Wat heb je daar voor overlast van? Dat, je mist het eigenlijk als die niet gaat. Dan denk je, is die kapot? Het hoort erbij. Die kerk hoort er gewoon bij. En als je eraan gewend bent, hoor je hem nog ineens meer. Dus ik vind het echt puur gezeik. Ik denk dat de meeste mensen die hier al jaren wonen, dat die daar geen probleem mee hebben. Ja, als je hier pas bent komen wonen misschien, dat je je eraan stoort. Dat je denkt, hé, daar zou je even aan moeten wennen dan. Waarom mensen klagen, denk ik, is dat ze tegenwoordig een erg kort lontje hebben. En dat ze moeten zeuren en klagen om te klagen. Als je naar Schiphol gaat wonen, dan heb je ook overlast. Ja, wie was er eerder? Toen ik hier kwam wonen, toen wist ik dat dat ding er stond dus. En toen wist ik ook dat die elke kwartier, half uur en een uur luidde dus. Ja. Niet zeuren. Ja, daarom. Dat doen we te veel in Nederland, hè. Dus we moeten eens wat meer gaan accepteren.